Yo gasten van Almers.nl, mijn naam is Barend en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Leuk dat jullie weer zijn aangekomen in mijn kamer. Zoals je ziet is het even weer een andere setup, want vandaag gaan we niet leren hoe jij kan fingerboarden. Vandaag gaan we kijken hoe ik ooit eens ben begonnen met fingerboarden en waarom ik nu zo goddelijk goed ben. Nee, dat is niet waar. Ik ben helemaal niet goed, maar dat maakt niet uit. Ja, vroeger, heel vroeger, een jaar of 10 geleden, was ik ook al aan het fingerboarden. Toen is mijn liefde voor de sport, zeg maar, echt begonnen. En ik ben nu natuurlijk op een heel ander niveau bezig. Maar vroeger was ik begonnen zoals waarschijnlijk jullie nu ook bezig zijn. Ik ben even in het archief gedoken en ik heb een aantal hele oude video's die ik vroeger heb opgenomen gevonden. En daar gaan we naar kijken en we gaan even bestuderen wat daar allemaal is gebeurd. Ik heb er wel veel zin in. Het is wel super cringe, want ik heb net eventjes een paar dingetjes gekeken. En zeg maar, ik praat ook Engels in sommige video's. Ik heb er veel zin in. Ik doe de koptelefoon op en dan gaan we beginnen met de allereerste video. En deze video heette video 001. Ja, de video's hebben niet echt een leuke naam of zo, maar daar gaat het niet echt om. Alright, laten we kijken. Ik ga starten. Let's go. Welkom bij een TechDeck-filmpje. Welkom bij een TechDeck-filmpje. Nou, we gaan het zien. Ik heb mijn eigen custom riptape gemaakt op een TechDeck. En er zit iemand ook achter. Heel awkward. Die is wat aan het doen met een... Oké. Hoppa, Olly. Een soort van shove-it, maar dan een halve kickflip. Damn, dude. Zoals jullie kunnen zien, misschien, ik doe het hier nog met drie vingers. Ik ben hier bezig, waar is mijn... Oké. Ik doe dit zo nog, met drie vingers, want dan is het makkelijk. Ik kan hem dan gewoon zo haken. Ik kan het niet meer, maar dan is het... Je haakt hem gewoon tussen je vingers zo, waardoor je hem eigenlijk gewoon de lucht in kan krijgen, maar... Oké. Holy shit. Oké, dit is zo lang geleden. Ik zie dat mijn vader hier nog rookt. Dat is bizar. En er zit iemand naast me. Volgens mij is het van de basisschool. Volgens mij zat ik hier zelfs in groep 7. Meer dan 10 jaar geleden bijna. Dat is echt ziek. Maar ja, hier ben ik begonnen met techdekjes. En Nou, dat was het. Oké. Hey, zoals je kon zien, hier ben ik begonnen met techdekjes. Had ik wel leuke decks. Zoals je hier kan zien aan dit stilstaande plaatje. Maar ik had hier zo getekend dat het plies had. Net als een houten vingerboordje. Ik was toen echt heel erg bezig met eigen vingerboordjes maken. Ik had toen ook een papieren vingerboordje gemaakt. Die trouwens echt fucking legit was. Maar die ben ik kwijtgeraakt. Heel jammer. En ja, zo ben ik begonnen ooit eens aan fingerboarden. Dan gaan we naar het tweede filmpje. En het tweede filmpje is direct mijn allereerste fingerboard unboxing ooit. Ik ben natuurlijk ook een keer begonnen met het fingerboardje kopen. En in deze video maak ik mijn allereerste houten fingerboardje open. En deze video is ook weer best wel cringe. Zoals je kan zien daar op de hoek van de tafel, daar staat mijn eigen... Volgens mij is dat die papieren bordje wat ik net over had. Maar je ziet het petje er ook weer liggen. En volgens mij staat Kelvin daarnaast, mijn oude klasgenoot. Die vond het ook altijd wel interessant. Maar ik was de enige die er echt in doorsloeg en dit soort dingen ging kopen. Alright, laten we kijken. Kleine schattige Barendje. Dat doosje van de Black River Rams. Ik heb hem volgens mij nog steeds ergens liggen. Ik ben klein, hè? Mesje pakken voor de zijkant. Mesje voor de zijkant. Hallo, pa. Mesje pakken voor de zijkant. Je ziet de hype in mij. Volgens mij gingen we net zwemmen of kwamen we net terug van zwemmen. Maar de hype was zo real. Het allereerste boordje. Je ziet mij ook gewoon vol proberen dat ding open te maken. En weer proberen te rukken. Ja, kijk, kijk. Zit er goed vast? Ja. Het zit inderdaad goed vast. En het doosje is open. Dan gaan we even kijken wat voor tof erin zit. Papier. Wow. Deze camera kwaliteit trouwens, guys. Holy shit, wat een potato cam. Ja, je kan hier ook aan zien dat het echt super oud is. Maar dit was mijn allereerste houten bo... Geef me even 1 seconde. Hier, daar ben ik weer. Kijk. Dit boordje maakte ik daar open. Dit is het boordje wat ik op dat moment openmaakte. Nu kan je het namelijk wel een beetje zien. Je voelt ook de riptape is helemaal oud en hij is helemaal ondergeplakt. Waarom, dat zien jullie zo meteen. Maar ja man, dit is waar het allemaal begon. 29 mm standaard Berlin wood. Gaan we verder kijken. Ik had Bollywood trucks en Bollywood wheels erbij. Dat was gewoon zeg maar de goedkopere versie van een complete. Dat boeit me niet. Dat ik die wieltjes en trucks had. Nee.
de stickers, dat boeide. Want vroeger was het zo, als je een unboxing maakte, dan ging het om de stickers. Dus ja, ik natuurlijk ook. Het boeit mij niet wat de fuck er allemaal gebeurt, als ik maar die stickers liet zien. Dus ja. En dat is het einde van de video. Oké, lekker abrupt, maar ja, maakt niet uit. Mijn eerste unboxing. Super goed natuurlijk, super goede kwaliteit. En je ziet hoe klein en schattig ik daar nog ben. Oh, wat een mooie tijd. Nou ja, en als je dan een unboxing maakt, dan maak je daarna natuurlijk een review. Dat heb ik nu nog niet gedaan, maar het is wel lekker uitmelken en makkelijk een nieuwe video van kunnen maken. Hierbij de review. Dus 1 minuut lang, gewoon goede kwaliteit. Geen 10 minuten lang over één filmpje. Nee, 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 1 minuut. Over hoe dit bordje is, dus hier gaan we. Dit is de review of de... Yo! Yo, kijk die telefoon! Die telefoon die ernaast ligt. Oké, wacht even. Het is mijn Sony Ericsson die ik vroeger had op de basisschool. Dat was echt de shit, dat was zo'n klaptelefoon. Holy shit, dit is echt heel lang geleden. Maar het gaat om het bordje. En zoals je kan zien, je kan heel goed zien hoe dat bordje eruit ziet. Maar niet heus, met al die pixels, dus... Een heel mod, dat is een smooth deck. Is een smooth deck. En het is de body trucks and wheels. Dat is really soft. Het is... Het is really soft. De deck is amazing. Nice. I love the rub tape and all. En de wheels are soft. Het is zo schattig hoe ik probeerde Engels te praten. Op zich was ik best wel goed in Engels voor de leeftijd die ik had. Maar het is zo cringe. Het is zo cringe om terug te horen. It's, deck is not so really good from this. Deck is not so really good from this. Zo cool. Zoals je kon zien, ik fingerboardde toen nog met 3 vingers. Zo ben ik ooit begonnen. Ik kan het wel afraden om het zo aan te leren, want dan is het moeilijker om door te leren met 2 vingers. Ik zou gewoon echt goed je best doen, zodat je 2 vingers makkelijk kan leren. Het was het begin. Het begin. Ik doe wat toffe trucjes. Hoppakee. Ik weet niet wat dat was. Hoppakee. Nice. Oké, we maken er maar een wheelie van, omdat we dan toch nog 1 nieuw trucje raken. This is the review. Bye. Oh, dus... Oké. Het was echt een goede review. Hij is amazing. Het rijdt heel zacht. En het zijn body trucks en wheels. En toen ging ik trucks doen. It is really good. Bye. Oké, nice. Goede review. Concreet. Hou ik van. Lekker. Gaan we snel naar het volgende filmpje. En het volgende filmpje is gelijk alweer een stuk verder in de toekomst. Ik denk misschien een jaartje verder of zo. Ik heb inmiddels wat meer bordjes. Ik heb mijn eerste bordje wat gecustomized. Ik heb een flatface bordje erbij. Deze trouwens, die ik hier heb liggen. En het flatface bordje gebruikte ik toen heel veel, want die had toffe plies. En ja, ziet er ook gewoon cool uit. Maar toen kwam ik met deze video. Je ziet hier ook al, oh, ik ga een heel mooi intro van wow. Yes, yes, yes. Oh, super vet. En hier heb ik een Winkler Wheel sticker op de Berlin Wood geplakt. Die we net zagen. Die ik net had. Oh. Wow, dikke edit actie trouwens. En toen dacht ik van. Je kan zien dat ik zeg maar nog niet zo goed ben. Eigenlijk totaal niet goed. Ik doe nog met 3 vingers. Ik kan eigenlijk alleen de ollie en als ik iets anders probeer gaat het fout. Oh. Oh wow, we hebben oude stoelen nog. Alles hoppakee aan de kant. Ach, ik ben zo schattig. Ik heb ook echt van die kleine bolle wangetjes. Zo onschuldig als ik was, hè. Ah. Let's go, Barend. Maar... Bye, oké. Je kan hier zien dat het helemaal niet uitmaakt of je gelijk goed bent of niet goed. Als je het maar leuk vindt, dan kom je er wel. Dat is wel een beetje ook wat ik sowieso wil meegeven aan deze video. Want ik zie dat er heel veel nieuwe mensen binnenkomen op Almost Normal. Super leuk dat jullie er allemaal zijn en dankjewel voor alle super toffe reacties. Het maakt mij echt enorm... Het geeft mij heel veel zin om weer meer video's te maken en daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dank jullie wel voor alle toffe support. En daarom doe ik dit ook, zodat jullie mij een beetje beter leren kennen. En zodat jullie ook zien voor mensen die net beginnen aan fingerboarden, dat het niet een hele simpele weg is.
En we gaan gelijk verder naar het volgende filmpje. En ja, ik weet eigenlijk niet meer precies waar deze over gaat, dus ik ga gewoon even kijken. Mijn oren doen wel pijn van dit. Zo te zien. Oh, gekke truc. En ik doe gewoon een kickflip. Kijk, hier zie je dus nu al dat ik wel beter ben geworden. En hij stopt gewoon random. Oké, dat was een hele lange toffe video. Maar dat waren wel toffe trucjes. Je zag dat ik wat beter ben geworden. Dat ik zo, ja, toch wel aan het groeien ben in mijn fingerboard skills. Alright, gaan we naar de volgende video. Fingerboarding. Let's go. Helemaal intro en zo. Geen geluid, maakt niet uit. Ik heb hier een rampie gemaakt. Ik doe toffe tricks. Ik deed een kickflip net. Zoals je kan zien worden mijn trucjes wel beter. Land ik meer. Dus in principe ben ik hier bezig met de flat face deck. Die was wel een beetje, dat was wel mijn favoriet. Hij is wel langer dan de rest. Ik weet eigenlijk niet eens waarom. Dat was ook wel heel bijzonder. Ik hield hem gewoon vast, maar whatevs. En met de kartonnen ramp kom je ook heel ver. Dus dit is gewoon ik die bezig ben met de kartonnen ramp. En nou ja, het ging best wel goed. En ik was blij dat ik alles landde. Gaan we naar de volgende video. En de volgende video is een video die ik laatst ook heb opgenomen. En dit is een how to do the ollie video. Dus, maar dan voor 2 minuten en in het Engels. This is my how to do a ollie video. Oké, hij staat wel heel hard. Yeah, you need a ollie. Nou, hier kan ik dus al wel met 2 vingers fingerboarden, zoals je kan zien. En lukken de ollies wat beter. En zo te zien gebruik ik hier een ander boordje. Jeez, dude, mijn haar was daar lang aan de zijkanten. The first step is your fingers. Nou, en oké, de ollie zelf, dat weten we nu inmiddels. En anders weet je nog niet hoe je de ollie moet doen. Klik dan even hier zo, want dan staat er in de ding staat van de video van hoe je een ollie kan doen. Oké, dat kwam er goed uit, maakt niet uit. Maar de cringe is wel real natuurlijk van mijn Engels. You can pop it to when the truck is not on the ground, but in the air. Ja, en dat is nog steeds hetzelfde. Eigenlijk is dit gewoon een hartstikke goede tutorial. Alleen, mijn Engels is echt verkrekt. En het is heel cringe. Dus deze slaan we even lekker over. Want de ollie video heb ik op mijn kanaal. Yes, en toen ik een beetje de ollie kon. Het enige wat ik toen nog wilde was wel degelijk naar een fingerboardwinkel. Een fingerboardwinkel, want dat was echt het ultieme doel. Daarvoor zijn we op vakantie geweest naar Duitsland. Ik was naar Katapult geweest. Er hangt hier nog ergens een sticker aan de deur daarvan. En ja, zo zag het eruit. Het is een beetje nu moeilijk te zien. Maar dit was... Dit is de enige video wat ik ervan nog van heb. Maar het was pretty much een hele grote fingerboard store met heel veel parkjes en heel veel dergelijke dingen. En het was super vet. Ik weet niet wie de jongen is die daarachter staat trouwens, maar het was echt super tof om te zien. En ja, ik heb daar echt heel erg genoten en heel veel gefingerboard. Ik kan niet wachten tot ik weer naar een fingerboardwinkel kan. Dat is een fingerboard store. Dit is ook echt de hele video. Dat was het. Nice. 1 trucje. Alright, dan gaan we naar de volgende video. Hello YouTube. I get my video. Yes. On my real fingerboard. Oeh. Oh ja, we hebben bij de Katapult hebben we andere mensen leren kennen. Die hadden een soort van eigen fingerboard company. En die waren ook zelf aan het fingerboarden. Die hadden ook toffe parkjes. Daar staat nog een video van dat ik samen met die jongen aan het fingerboarden ben. Ik zal hem even linken in de beschrijving. En zet dan even iedereen die dat ziet, reageer even. Ik ben hier van Almost Normal, want... ik moet even weer in contact met hem komen, want ik wil dat park van hem overnemen. Maar hij reageert niet op mij, dus dat is wel kut. Maar we gaan even kijken naar de review, wat ik ervan vond. A crazy nice deck. A crazy nice deck. Crazy nice decks, but... Yeah. It pops really awesome. Ik vind het zo schattig hoe ik gewoon mijn zinnen probeerde te maken, ook al was het super lastig. I cannot let him fall. Het was mijn schuld. Het was mijn schuld. Het was mijn schuld. Het is een beetje hagelslag, hegelsleek-achtig, maar ja. Winkler Wheels Black & Rams Edition. Oh, dit is wel echt... Je kan precies zien wat er staat. En de plies. Ja, hier kan je niks aan zien. En ik had green plies, but you didn't see it. Oké, maar ik wist zelf ook dat die camera potato kwaliteit was. Perfect screw. And you got... Crazy nice rip tape. Crazy nice rip tape, jongen. Hier ben ik ook echt wel beter.
It is amazing. Het is amazing. En dan verder... Oh, ik ga ook gewoon trucjes doen, joh. Gaan we eens even kijken wat de trucjes doen. Even een slokje drinken ook nemen tussen, hoor. Here comes Sonic. Dikke kickflip, jongen. Fake kickflip trouwens, volgens mij. En dan? Een ollie en dit. Oké, super nice. Het was heel schattig om te zien dat ik fingerboard content maakte voordat ik eigenlijk wist van hoe YouTube zou gaan worden en hoe groot het zou zijn op dit moment. Dus het is echt heel cool om te zien hoe eigenlijk onschuldig ik fingerboard video's maakte. Hoe leuk ik het toen al vond en hoe leuk ik het dus nu vind dat ik het gewoon 10 jaar later weer doe. Maar dan op een niveau waarvan je zegt van wauw, dat is gewoon super tof. En dan heb ik het over kwalitatieve video's en mijn fingerboard trucjes die ik nog aan het leren ben, want dat moet nog wel komen. Hier was ooit eens in Nederland een fingerboard event. Daar hebben we heel lang voor in de auto gezeten en ik ben daar met 2 maatjes heen geweest. Ik heb daar de stomste rel van mijn leven gemaakt. Namelijk, ik had roze Winkler wheels en Winkler wheels zijn over het algemeen gewoon de beste wielen die je hebt. Alleen, ja... Ze waren roze en ik was een jongen van 12 en ik vond roze niet cool. En iemand anders had metalen wielen en toen dacht ik van, hey, dat is wel tof, want dat is niet roze. Dus laat ik die ruilen. Achteraf baal ik daar heel erg van, want die metalen wielen zijn hartstikke zwaar. Dus daar kan je eigenlijk amper trucjes mee doen. Maar ja, we kunnen wel misschien een keer een challenge doen dat ik metalen wielen onder mijn bordje zet. Om te kijken wat voor trucjes ik daarmee kan halen. Okay. Nou, deze dude die vroeg mij of ik... Hey! Hij was het! Hij is de guy met wie ik het heb geruild! Ik zag... Wacht, kijk! Je ziet... Oké, je ziet het niet goed, maar zijn fingerboard zat hier nog metalen wielen. Nee! Oh, ik wil mijn Winkler wheels terug. Nou, en dan ga ik trucjes doen met mijn Burning Wood, zeg maar, met dit keer heel veel stukjes erop. Dat was al een lijpe truc. Yo, zodra er weer een nieuwe fingerboard event in Nederland is, dan ben ik erbij. Oh, dat was het ook. En dit was... What up, guys? Oké, mijn oren. Hier kwam ik dus net terug van het event. En zoals je kan zien, hallo guys, hier is mijn review. En boom, we gaan gelijk naar de wielen, want dat is wat ik natuurlijk nieuw had. En dan, je ziet hier dat ik er nu heel veel stickers op heb. Vandaar dat dit boordje dus nu helemaal ondergeplakt zit. Ik zit in de auto, dat klopt. Master of Fingerboards. Zo heette het dus. Ze zien er wel tof uit, dat moet ik wel zeggen. Een screwdeck die we al hebben gereviewd in deze video. Dat is Jasper. Hey Jasper, ik weet niet of je kijkt, maar hey Jasper. En daar hebben we Jesse. Hey Jesse. De kopje van hem ook. Dat is Jasper. Ja, dat kijkt. Oh, wat een quality call. Dat was Jasper. Jesse, wat heb jij nog gekocht? Jesse had ook nog wel fingerboard spul gekocht. Laat eens zien, inderdaad, wat heb je? Oh, die is legit ook. Yo! Wacht even. Laten we heel even teruggaan. Wat voor telefoon heeft hij in zijn hand? Wat? In welke tijd leefden we? Holy shit. En dit was zijn dekje. Zo te zien heeft Jesse hier die grote wielen. En ik zie heel veel grotere fingerboarders. Ook met die dikke wielen. Ik ben wel eens benieuwd waarom ze dat gebruikten. Oh, die is wel sick, hè? Die is wel sick. Nou... Bye! Holy shit, wat een gouden oude tijd. Ja, en dat was eigenlijk alles wel een beetje van wat voor dingen ik nog had in mijn archief. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Ik vond het wel leuk om samen eens door mijn oude fingerboard video's heen te gaan. Om te kunnen zien hoe ik ben verbeterd. Ik heb toen eigenlijk na deze video's ongeveer 8 jaar helemaal niks gedaan. En toen vond ik laatst weer een tech deck terwijl ik aan het opruimen was. En ik ging wat gekke trucjes doen en het voelde zo goed. Dus het eerste wat ik deed is ik ging op zoek naar dit woordje. Zoals ik ook kon zien. En toen dacht ik van holy shit,
dit is toch eigenlijk wel een hele leuke hobby. En ja, toen is het van een naar het ander gekomen. Toen heb ik toch maar een keertje een wijder dekje gekocht. En sinds ik dat wijder dekje heb gekocht, is mijn liefde voor fingerboarden echt 100% weer teruggekomen. Ik neem hem nu ook overal mee naartoe, zodat als er een leuke spot is, ik gelijk lekker even kan fingerboarden. Want ja, het is gewoon elke dag oefenen en elke dag beter worden. En ik hoop dat jullie ook echt kunnen genieten van deze hobby, net als dat ik kan. Thanks voor het kijken naar deze video in ieder geval. Heb jij nog een leuk verhaal hoe jij bent begonnen aan fingerboarden? Laat het dan even weten in de reacties. Ik heb voor de rest niet zoveel meer te zeggen, behalve hetgene wat ik altijd zeg. En dat is like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.